feest. Goedemorgen. Nee, nee, dat komt goed. Het echtpaar. Ja. 65 jaar. Ja. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Ja, wie zal ik nu? Zal ik de dame de bloemen? Ja. Ik heb vanmorgen bellen. Oh ja, heel mooi. Heel mooi. U bent vandaag in Onderbroek, Geert en Rut. Dus u bent 65 jaar getrouwd. Geert, waar ben je geboren? In Kam. In Kam. En toen ben je naar Elburg gegaan? Elburg, ja. Ja. Ben je oom en tante. Ja, want uw moeder is heel vroeg overleden, hè? Ja, was 42 jaar. Ja. En hoe kwam dat? In Zwolle, onder een auto. Rut, een Bijbelse naam, of niet? Ja, ja, is zo, ja. Ja. Hoe ben je nou genoemd dan? Naar mijn opa. Ja. Naar mijn opa. En hoe ben je geboren dan? In Onderbroek, aan de Dwarsweg. Hoe heb je hem leren kennen dan? In Elburg. Ja. Wie foto we hebben, of niet Geert, hè? Ja. We gingen de karkjes gingen we een eindje rond te fietsen met een vriendin. En nou ja, toen we elkaar door ontmoet door in Elburg. Wat was je toen? Toen was ik 17. 17, ja. Hij was 3 jaar ouder dus. Ben je nog steeds gek met hem, hè? Ja, maar ze hebben hem moeten, hè. Je was wel gek met hem. Hij zou niet zo lang volhouden. Nee. En waar heeft dat dan? In de kippenschuren. Bij mijn ouders. Ja, ja. Borrelt in de bier, gebak in de bier en zo, weet je wel, hè? Dat soort dingen. Ja. Oh, mooi, hè? Ja. Dat was, hij is niet zoveel tramlanders tegenwoordig. Nee, hè? Nee. Wat zijn de goede punten van hem? Ach, hij helpt me voelen, heel voelen. Hm. Hij doet alles voor mij, dus wat wil je meer? Hè? Wat vind je zo mooi aan u dan? Hé, hey, molen. Ja, alles. Je bent in de groente terecht gekomen, ja. Venten? Venten. Opkouweling, ja. En ook wel warmte, ja. Maar dan moet je altijd deur, ja, ja. Weer of geen weer. Hoe vroeg ben je dan mee begonnen? Hè? Nou, ik was denk 12 jaar dat ik bij mijn oma mee ging venten. Ja. Toen moest je altijd contant betalen, of niet? Of duurde het 1 keer in de week of zo? Nou, je had mensen die betalen ook 1 keer in de maand. Ja. Dat betaalde ook wat? Je betaalde nooit? Nee, dan moest je wel achteraan. Oeh, hobby's. Wat is nou, dat? Ik heb niet veel hobby's meer. Jawel. Je hebt toch een voetbal bij Elburg, of niet? Ja, dat wel, ja. Ja. Het ging Hovio's en Wezep. Wezep van de derby en Hovio's, of niet? Ja. Hebben wij zien en winnen, hè? Jawel, jawel. Jawel, zeker. Ik geloof er niks van. Nee, maar wel op regen. Ik sta altijd in de kranten. Ja? Al, ja? Ja. De naam niet, het was altijd de Kampert. Oh. Altijd de Kampert. Want ze wisten niet nu waar erg heen. Ja, dat is gek, dat is zo. Dat is altijd de Kamper. Zeg het best. Zal ik vertellen? Vroeger had hij over Jos, die voetbalde tegenover mijn ouders. En het was land van mijn ouders. Ja. En dan zaten ze met het voetbalen. Maar mijn vader moest niks van voetballen. Maar toen moest hij voetballen met over Jos. En toen ging het erin. Maar hij was een heel kleinhandig keeltje. En toen kwam mijn vader weer. Hij zei, wat doe je met zo'n sprinkel kunnen zeggen? Maar je hebt gek gesprongen. Vakanties. Oh ja. Oostenrijk. Ja, dat was ons. Duitsland. Duitsland. Waar ben je allemaal naar buiten? Duitsland, Italië, Joegoslavië, over die kant overal uit. Maar hij durft niet te vliegen, dus helemaal aan de grond liggen. Ja, je mocht niet. Uw vrouw mocht wel vliegen, maar je wilde toch helemaal. Ik zou liever vliegen. Maar je bent toch ook een keer ziek geworden, hoor, niet? In Italië, ja. Ja. En toen? Toen woonden ze met vliegtuig. Ik zei gewoon nog liever lopend. Nee. En hoe ben je er tussen gekomen dan? Gewoon met de bus. Ik had een pilletje erin van de dokter. Ze hebben bijna achter de bus gemaakt, ja. Maar ja, toen ik hier weer kwam, was het weer mis. Ja. Die pillen even wel al onderweg. Maar waar begin je dan? Longontsteking. Oh ja. Ja. Rut, nou, wat voor hobby jij? Ik handwerk, ik brei en ik, ja. Wat doe ik niet, jongens? Zeg het eens. Koorten maken. Ik doe van alles. Maar ik heb hier ook een mooie vitrine zien. Oh ja, dat is allemaal spullen, Roosendriek. Elk jaar wat meer bracht.
Wie bracht elke keer even wat mee. Ja. Ja. En ik kreeg van mijn zonen, die gingen bij de eerste jaren ook mee, ik kreeg ook altijd wat. Die over mijn vakantie gingen we altijd van mijn zonen wat. Ja, ja. Ja. Rut. Ja. Jullie hebben een hundi. Ja. Je hebt vroeger ook altijd een hundi gehad. Ja. Die is overleden. Ja. En ik heb uur dat een man dus boodschappen ging halen en dat er mijn hundje weer bij ons kwam. Nee, hij was wel dat hundje, dat moest, zal ik maar zeggen, moest lups worden. En dat hoorde hij van iemand. En dus het recht gewoon kijken. En zei, gaat een hundje, ik wil ik trainen van hem. Dus hij had de eerste keuze. Dus, en nou ja, toen is het hundje dus, toen hij beslist, want ik zei, ik wil geen hond weer hebben. Ik zei, nu ik het doen wil. Maar hij wil een hond weer hebben. En, nou ja, hij heeft een hond weer aan doen. Maar nu ben ik toch gek mee, hè? Ja. Ja. Je hebt 5 kinderen. Ja. Hoe is dat dan gewoon met die kinderen allemaal? Worden goed? Goed, ja. Ja, die heb ik geen klaar. Weet je wel goed recht te komen? Ja, allemaal, ja. Gelukkig wel. En aangetrouwen ook nog? Ja. We kunnen goed samen opschieten. Ik heb 4 schoondochters, zei ik. Eén die dan niet meer, maar ik heb het altijd goed meer kunnen gaan. 10 kleinkinderen? Ja. En hoeveel 8 kleinkinderen dan? 6. Nee, 8. Wat? Geert 2. Jolanda 2. Klaas 2. Ja, 8. Ja, 8 kleinkinderen, ja. Is het mooi of niet? Ja. Het is heel mooi, maar ik wil zeggen, ja, ik ben ook weer blij dat je dan weer met z'n bijen bent. Ja. Na het trouwen heb je een tweeling gekregen. Ja. Die zijn direct naar het ziekenhuis gegaan. Ja. Ik heb ze wel gezien. En de ene is de volgende, en ik ben met margarinedoosje naar het ziekenhuis gegaan. En de ene is Wiegert, die is de volgende dag overleden, ja. Die heeft maar een beetje 24 uur leef. Heb je na het overlijden nog weer gezien? Nee, heb ik niet. Mijn man wel, maar ik niet, nee. Je bent er later pas achtergekomen dat hij dus in Bergklooster lag. Ja, ja. Dat heeft mijn schoondochter in de zorg. En dat, nou ja, dat vonden we fijn eigenlijk dat ze dat gedaan heeft. Ja. Dat heeft je heel veel pijn gekost, hè? Ja, dat is het. Ja, dat zeerde, ja. Dat is gewoon zo. Je gaat elke zondag naar de kerk, toch? Als halve kan gewoon elke zondag naar de kerk, ja. En speciaal plaatsje, toch? Ja, wie heeft achter in de plekking op de tweede bank, van achteren af. Zit hij door Aljoen? Aljoen, ja. Aljoen, ja. Je kunt er zo in en zo uit. Ik was net makkelijk, hè. Ook niet met de hele stroom mee, dat je dan... Maar als je slecht lopen, dan is het makkelijker. Ja. Hè? Ik ben nu 86 en je rijdt nog steeds auto, of niet? Ja. Nog wel, ja. Is dat die auto die met die deuken allemaal? Ja. 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 Veur zit nog geen deuken, dat komt nog. De rest is helemaal goed. Ja. Geert, je bent 86. Ja. Je bent 83. Ja. Een machtig mooi stel. Ja.